we zo meteen. Eerst gaan we naar Frank. Verontwaardigde reacties op de rellen van gisteravond. Twee gewonde politieagenten, meerdere aanhoudingen en volop geweld, kunnen we wel zeggen, tegen de politie. Het vieren van de WK-winst van Marokko tegen de Belgen is gisteravond behoorlijk uit de hand gelopen. U ziet hier beelden uit Den Haag. In Amsterdam en Rotterdam moest ook sterk worden ingegrepen bij de rellende mensenmenigte. Net als in een aantal Belgische steden was dat het geval. De politie meldt 4 aanhoudingen, maar dat er eerst nog 2 waren. Hoe heeft dit zo kunnen escaleren? Ik heb contact met VVD-raadslid in Amsterdam, Claire Martens. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont, geloof ik, aan het plein waar het gisteren in de hoofdstad misging. Ja, Zijstraatje gelukkig. Je hebt het zien gebeuren. Je ziet het gewoon van een rustig feest naar een iets uitbundiger feest. En dat mag natuurlijk bij zo'n overwinning naar totale escalatie. En de vraag die ik eigenlijk heb en ook aan de burgemeester ga stellen is: waarom is het zo geëscaleerd? Waar in andere steden de ME toch echt eerder ingreep. Ja, er waren ook, inderdaad ook steden waar het gewoon wel een feestvreugde was. Bij u was dat niet zo. U verwijt dus de ME laat ingrijpen, begrijp ik. Nou, er zal wellicht een reden voor zijn. Dat is ook wat ik aan de burgemeester ga vragen. De driehoek die neemt de beslissing. Maar als bewoners mij gaan bellen met ik durf de deur niet meer uit, het escaleert. En op een gegeven moment staan er auto's in de brand, worden bussen lastiggevallen en gaan mensen hun deur niet meer uit, dan escaleert het. Dus ik ben heel erg benieuwd welke reden de burgemeester had om dit op zijn beloop te laten. En we zien wat er gebeurd is. Ja, want dit soort beslissingen die neemt inderdaad de driehoek waar uw burgemeester in zit. U verwijt haar dus te laat ingrijpen. Nou ja, verwijt op dit moment wel. Ik ben gewoon heel erg benieuwd welke redenen ze had. Kijk, deescalerend optreden heeft natuurlijk een grens. Een grens in de stad. We zien natuurlijk heel veel relletjes de laatste tijd. In West zijn veel rellen de laatste tijd. De vraag is, hoe ver moeten we het laten deescaleren? Nou, wat mij betreft is die grens bereikt. Als je stad, mijn straat er zo uitziet. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de redenen van de burgemeester. En daarna gaan wij nadenken of dat de juiste beslissing was geweest. Dat gaan we volgen. Dank voor de toelichting, Claire Martens. Mevrouw Yildiz, de Schilderswijk, uw wijk, waar uw praktijk zit in ieder geval. Ook daar ging het mis. Hoe heeft u geslapen vannacht? Ik herken aan de beelden dat inderdaad op de Vianlaan zit en mijn praktijk is op de Vianplein. Dus ik ben vanmorgen nog niet bij de praktijk geweest. Straks, ik hou mijn hart vast inderdaad, of er toch misschien ook bij ons nog schade zit. Ja, meneer Mahandis, wat moet er gedaan worden met de mensen die dit doen? Ja, dit moet je heel effectief aanpakken. Ja, ik denk dat er gewoon onderzocht moet worden wie dat zijn. Sommigen zijn al opgepakt. Het is echt ik heb er ook een nare afdronk van hoe die wedstrijd dan eindigde. Eerst blij en daarna gewoon met zoveel gerel en ook gewoon tuiggedrag stevig aanpakken. En ik hoop ook dat we wat ervaring hebben met voetbalsupporters die zich misdragen. Zowel in Amsterdam als Feyenoord hebben we daar ook zeker geschiedenis mee in Nederland. Dus ik hoop echt dat we hier niet alleen van leren, maar ook de volgende wedstrijd het iets scherper gaan organiseren aan de voorkant. Ja, goed plan. Ja, dit soort tuigen aanpakken. Totale idiotie. Je hebt gewonnen. Je hebt hier de kans om, nou ja, Marokkanen en Nederland zijn schouder aan schouder te vieren dat we de rode duivels eronder hebben gekregen. En dan ga je dit doen. Idiotie aanpakken zo hard mogelijk. Maar ook al van tevoren, zeg maar, voor de volgende wedstrijd van Marokko, vast even dat. Ja, het begint natuurlijk dat je altijd, en dat is ook wat Vincent Karremans en volgens mij hoor ik Claire dat ook zeggen, zorgen dat je de potentiële daders goed in zicht hebt. En als het dan helpt, inderdaad, zoals bij Feyenoord ook gebeurt, van tevoren die mensen naar het politiestation te laten komen, doen. Dit moet je voorkomen.